la 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 la, la 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 la. Hop, 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 hop. Ja, we moeten weer even wennen, hè? Oh, ja, ik ken het eigenlijk bijna niet meer. Het is zo lang geleden. We mogen weer even een beetje oefenen. Ja, inderdaad. Drie jaar weer uit het stof trekken. Ja, zeker. 3 jaar geleden zijn we begonnen met grote live shows van Omroep Drimmelen. Vorig jaar mochten we eindelijk weer een klein beetje naar het café. En dit jaar mag het dak er weer af. Ja, gaan we helemaal los. Vol een bak ambiance gaan we... Ja, maar ik was er 3 jaar geleden niet bij, hè? Jij was er 3 jaar geleden niet bij. Ik moet jou ook even netjes introduceren aan de meesten thuis. Dit is ons Malou. Woehoe! Kijk, het is zo dat onze Fleur hartstikke druk is met haar taken bij als prinses in Wagenberg. En die had eigenlijk zoveel, had eigenlijk veel te druk, dus die kon niet meer. En hartstikke jammer. Ik wens Fleur natuurlijk keiveel succes, want die gaat ook succes, voor de eerste keer. Zet hem op. Eerste keer echte prinsessen dit jaar, dus dat is hartstikke mooi. Maar ja, moest wel iemand nieuws hebben, want ja, alleen kon ik het niet. Dus toen hebben ze jou uit de klei getrokken. Ja, dan denken ze, nou, dan pakken we die maar. Pakken we die maar, zeker. Maar dat gaat helemaal goed komen, want wij zijn er wel op elkaar ingespeeld. Hè? Ja hoor, dat is geen probleem. Dat kan de mensen wel weten. Nee. En dus we gaan dit jaar volle bak beginnen en we wensen jullie heel veel kijkplezier bij Omroep Drimmelen. Adios. Goedemiddag kijkers van Omroep Drimmelen. We zijn hier in Erperooiersland en we nemen jullie mee in de optocht van de Erperooiers. De laatste details erop aan het maken. Ja, even een kleine reparatie. Een kleine reparatie. Maar dit is het uiteindelijk geworden waar wij ook mee zijn geweest te kijken, ja, toch? Hè? Ja, ja. Nou, ziet er leuk uit. Goed, hè? Gaat hem ook uitlopen? Ja, zeker. Ja, dan op toch dan, hè? Ja, zeker. Of, ik hoef eigenlijk niet te lopen, hè? We zitten lekker op het tapijt, hè? Ik zweef. Nee, helemaal goed. Uit. Nou, succes. Dank. Ja. Nou, dat duurt wel een eentje, is niet? Ik krijg hem niet aan, joh. Ik krijg hem niet aan. Ja, maar dat is ook de vuste klein, hè? Och. Oh, je hebt al flink in de broek gescheten, is niet? Ja, dat klopt, ja. Jongen. Het zijn de 7 dwergen, of niet? Ja, ja, we zijn wel meer dan 7 deze jaar. Okay. Ja, goed, ze wouden allemaal weer carnaval, dus we hebben ze allemaal meegenomen. Oké, hoeveel hebben we meegenomen dan? We hebben er 14 bij. Oh, dat is ook snel voor menig. Ja, zeker. Ja, de corona, hè, zit allemaal thuis verder niks anders te doen. Dus sneeuwtje en druk gehad. Kijk hier, jongen, allemaal pingwings. Zo koud is het dan niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, en het koud, ja? Ik heb het aardig koud. Oh, ik heb de kachel uitgezet dan, of niet? Die heb ik uitgezet. Okay. Die zet ik straks pas weer aan. Oké. Okay. Zeg, wat is jullie act? Wat jullie doen? Dat zie je wel als wij de optocht aan het lopen zijn. Ah, goed. Okay. Ik wist niet dat ze hier op Wagenberg ook al pingwings hadden, jong. Overal, joh. Overal komen ze tegen. Ja. Oké. Okay. Goeie voorbereiding is al werk, hè? Ja, nee, dat klopt. Die hebben wij niet, dus dat scheelt. Oh, jullie hebben niks. Nee. Je bent gewoon van de week ergens de garagebox ingedoken. Nee. Nee, ja. En zoiets van, dit gaat er morgen. Nou, we hebben een act, alleen we hebben nog niet geoefend. Oh, jij hebt het niet geoefend? Nee. Nou, dus, ik zou zeggen, we houden ze tegen. Ja. Ja, u. Dit is volgens mij de oudste deelnemer, of niet? Deelnemster. Deelnemster, inderdaad. Deelnemster. Ja. Vrouw met een snor. 84, maar liefst. 84? Ja, zeker. Maar ben je wel van plan om hem uit te lopen, toch? Nou, we gaan het proberen. Gaat wel proberen. Ja, de steunkousen in de aan, de slokjes. Oh, nou, kijk eens aan. Dat gaat helemaal goed komen, toch? Ja, zeker, dat weet ik wel zeker. Nee, succes. Dankjewel. Nou, kijk eens aan hier zo. Feest in de tent. Oh nee. Ja? Festival. Je gaat helemaal uit je dak hier, ja. Of niet? Pilletje erin, zo. Hey. Ja, ik ben alles, hè. Ja, het is aardig leeg hier, die tent. Ja, ja, dat is al. Ja, maar goed, de kerk van Wagenberg is ook vertegenwoordigd aan. Ja, en goed, hè. En goed, ja. Oké. Okay. Ja. Maar als moeder zei, doe ik het nou niet. Ja, maar ja, wij deden het toch, hè. Je doet het toch. Ja. Je gaat toch de kerk uitdragen naar buiten. Ja, we hebben de nieuwe pastoor bij. Ja? Ja, die ligt in de wandelwagen. Hè. Oh, de nieuwe pastoor in de wandelwagen? Ja, kom maar even kijken. Oh. Kijk. Is jou gedopt? Ja, het is een echt verreke. Oh, kijk, ja, dat is wel een verreke, ja. Het is echt een verreke, maar... Ja, ja. Maar is je ook al gedoopt? Ja. Hoe is het? Ja? Hé, je hebt gisteren gewonnen. Ja, okay. Een beker. Een beker gewonnen? Ja, en allemaal nog een medaille. Serieus? Ja. Oh, dat is mooi. We moeten wel de beker delen. Oh, moet je hem delen? Ja. Met wie? Met de hele groep.
Oh, maar dan krijgt iemand die krijgt het voetstuk en de andere die krijgt dan het oor en de andere het andere oor? Nee. Oh. We moeten de beker delen, maar iedereen per dag één keer. Oh, oké, op die manier. En dan mag je als prijs mag je vandaag nog een keer meelopen dan? Ja. Nou ja, leuk. Ja. Gefeliciteerd, succes. Ja, bedankt. Ja? Doei. Nou, de optocht is van start, hè, in Erpenrooierslaand. En weer op Ewolske. Jeugdraad van Erpenrooierslaand. Wat zei ons moeder? Ons moeder doe het nou niet! Wat zei ze? Doe het nou niet! En dan hebben we hier de hofkapel van Erpenrooierslaand. De Leutband. En hier hebben we de winnaars van gisteren van de jeugdoptocht, hè? Geweldig. Goed gedaan. Hoi. Ben je blij met de prijs? Ja. Loop maar onder. Ben je wel blij met je prijs? Ja. Ja? Hoe blij? Super blij. Goed zo. Veel plezier, hè? Vond je het leuk? Ja. Ja? Ben je al moe? Nee. Nee, je bent dan nog niet moe? Nee. Oh, je hebt wel lekker snoepjes, toch? Ja. Nou, maar je vond het wel heel erg leuk om mee te lopen? Ja. Goed zo. Nou, volgend jaar weer? Ja. Nou, doei, tot volgend jaar. Nou, hier hebben we de meskes van de Leut. Nou, je zit er goed op, hè? Ja, hè? Nou, hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi. Ziet er leuk uit. Ja. Ik heb toen een prijs al binnengehaald. Ja, was vorig jaar hadden wij de eerste plek, hè? Oké, maar die is nog niet van dit jaar dan? Nee. Dan moeten we nog afwachten, mag ik krijgen. Ja, dan moeten we afwachten, ja. Succes, hè? Dankjewel. Ja. Oh. Je moet hem eerst nog een beetje opwermen, of niet? Ja, ja, ja. Je valt op aan de flauw. Hij begint al aardig te roken. Goeiedag. En een flinke geest, hoor. Ja, dat is wel een hele apart, hè? Als je me niet de geest geeft. Kijk eens aan, jij de knieën al aardig kapot, is niet? Meneer, wij zijn totaal versleten. Wij hebben op de mei op draaien overal gebouwd. En nou, Wagenberg gaan we er niet meer aan beginnen. We zijn dat gaat kapot. Niet meer worden. We zijn... Ik ben er helemaal kapot van. Helemaal kapot. Zonde, hè? Alle gewrichten zijn kapot. Ja. Het wordt tijd voor de fut. Ja, ja, maar hoe moet dat nou dan mee met die huizen? Want dan wordt er helemaal niks meer gebouwd. Er wordt helemaal niks meer gebouwd. Dat kunnen we beter maar niet meer aan beginnen. Nee. Die al lang de kans gehad en nu hebben wij niks meer. Nee, hè? Je bent er ook wel mee klaar, ja. Of niet? Ja, na 20 jaar en die verlengde Elzak komt toch niet. Nee, zijn wij versleten, dus gaan we er niks meer aan beginnen. Nee, nee. Nou. Helaas, jammer. Jammer, ja, voor de jeugd vooral jammer. Ja, zeker voor de jeugd Wagenberg. Is jammer. Dat klopt, ja. Maar kunnen met die versleten knieën, kunnen we dan nog wel uitlopen, de optocht? Ja, eigenlijk ook niet, maar ja, soms moet het over die pijngrens ingaan, hè. Nee, oké. Okay. Nou, bijna bij de eindstreep, hè. Dat een klein stukje. Dat is maar goed ook. Ja, hè. We zijn versleten. Hoe is boy? Gaat het? De burgemeester Zeno. Ja mensen, daar zijn we weer. CV de Schuimbrouwers. De burgemeester Zeno van deze boy die redt het misschien niet, maar... Echte kok Zeno, doe het nou niet! Neemt hem mee? Neemt hem mee? Ja, nee, ik hoef niet... Ja, hem oplossen toch? Oh, ja, nee, oké dan. Nou, hup. Misschien redde jij het wel? Ja, nee, dat komt wel goed hoor. Ik heb de gulp nog niet dicht, hoor. Jongens, hè, wat een scheid ook. Ja, een scheidvolk. Daar zijn we weer, CB de Schuimbrouwers. Heer de kok zei nog, doe het nou niet. Deze boy redt het misschien niet. Redt hij het wel of redt hij het niet?
deze boy redt het niet! Zo'n onzichtbaar token. Zeker. Anders had hij hier al lang onderuit gelegen, denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Succes, hè? Dankjewel. Kijk, hier hebben ze van de kerk, hoor. Ja. Nou, kijk eens aan. Hebben we ook weer de zegen gehad dan? De zegen gehad. Ja. Nou, we zegenen vandaag alles. Gezegend alles? Ja, gezegend alles vandaag, ja. Oké, okay. Nou, mooi. Hey, maar de optocht doet het goed hier, hè? Want je bent een van de 170 deelnemers hier zo? Ja. Eigenlijk 173. Ja. 173? Ja, maar je vergeet die drie natuurlijk. Ze hebben de verkjes vergeten. Ja. Ja. Maar die moeten eerst nog gewassen worden, denk ik. Nee, deze niet, hè? Oh, die zijn nog gewassen. Ja, die zijn zo schoon. Ja. Dat is niet. Oh, kijk maar eens wat schoonwerken. Ja, ziet er hartstikke leuk uit, ja. Schoonwerken, dus ja. Ja, die hebben nog niet echt in een blub gezeten. Nog niet. Heb je al veel geproost hier, of niet? Heel of ben je daar alleen maar... Wil ik een beetje proosten? Ja, ik lust er ook wel eentje, ja. Daar ben ik wel van. Doe eens gek. Ruikt goed in ieder geval. Lekker, hè? Ja, zeker. Dat is hartstikke goed. Ja, zeker. Alleen, als je die veel op hebt, dan kun je helemaal niet meer bouwen, denk ik. Ik ken helemaal niks meer. Nee, hè? Maar ja, dat gebeurt ook niet, hè? Echt niet. Dan wordt hier helemaal niks meer gebouwd. Niet dan? Volgend jaar weer. Volgend jaar weer bouwen? Ja hoor, dan gaan we weer bouwen. Maar dan een grote wagen om mee te rijden. Een hele grote wagen. Een hele grote wagen. En ben je dan wel al helemaal zat, of niet? Helemaal zat? Nee, zeker niet. Nee. Maar wij zijn aan het promoten voor onze nieuwe bouwlocatie hier op Hagenberg om die door te zetten. Hè. Dus we laten de mensen stemmen, ja of nee. Ja. En als ze ja stemmen, dan gaan we erop proosten. Heb je nog genoeg energie, of niet? Nee, we hebben genoeg energie, hè? We hebben wel genoeg energie om mee te lopen, toch? We moeten er even door, hè? Ja, nee, precies. Hey, maar Sneeuwwitje en zeven dwergen, maar er zijn er iets meer dan zeven, toch? Nee, ja, zeker. 37. Hoeveel we kunnen verzamelen, hè? Dat is aardig vermenigvuldigd dan bij Sneeuwwitje, of niet? Ja, een beetje. Schat, raar geblossen. Hij is vast te koud, hè? Dan moeten ze een beetje. Ja, dan moet warm blijven, natuurlijk. Een beetje opwermen. Ja. Ik ben blij dat ik niet bij die en heksen zit. Wat een heks, zeg. Ik krijg er gewoon een nota van 88.000 euro. Ik krijg ze niet cadeau. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, we krijgen een cadeau. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Je kent het niet meer aan. Heb je de worm gewassen? Ja. Zonde, hè? Nee, dat past echt niet meer. Nee, ik vind het zo vervelend. Daar kan misschien nog net een erm in. Maar ja. Dan hou me veel geluk. Maar dan is het ook zomaar erm, hè? Ja. Niet dan? Er zit helemaal niks meer, hè? Nee, zijn ja. Er oud voor. Daar kunnen we misschien nog een hangmatje van maken, maar ja, ik weet ook niet. Dan houdt op, hè? Dan blijft er ook niet veel meer in hangen, denk ik. Hé, hey, daar heb je die clown en die acrobaat. Dan hebben we de Bengals. En de Bengals die deden gisteren ook mee. En die hebben ook een prijs gewonnen van de kinderoptocht. Hoe is het? Goed. Ja, ben je blij met je prijs? Ja.
Wat een bak herrie komt eruit bij die Bengals. Ons boekje uit Wagenberg, die komt er ook nog even voorbij. Ja, ons boekje. Kijk het toch. Jij wilt een optocht een beetje oppoggen, of niet? Ja, precies. Al die gaten een beetje dichtmaken. Ja, daarom. Ja. Daar zijn we mee bezig. Nou, mooi toch? Helemaal goed. Hey, fijne dag, hé. Zelfde. Dit is CV Haché. En die hebben iets met pingwings. Een applaus en heren, wat is het koud hier in Nederland tegenwoordig. Wij hebben onze eigen HG-meter die heel de wereld op kan werpen. Geef toe waar ze zijn, flinke slinger. Ja, geef toe waar ze flinke slinger aan. Ja, ja, ja. En doet dat nu niet, de pingwings. Dat ging nog maar net goed, hè? We gaan door het ijs gezakt hier zo, of niet? Van die warmte. We gaan door het ijs gezakt met die warmte, of niet? Ja, niet normaal, man. Niet normaal. Het is veel te warm, hè, voor die pingwings hier zo. Niet normaal. Nee, hè? We hebben nou toch ecstasy? Ja, lekker, hè? Ja, dat ziet er... Ik mag nou toch niet in de tent, denk ik, of wel? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is waar. Dan doen we het zonder ecstasy in de tent. Ik. Maar het ziet er wel leuk, hè? Leuk, eentje dan. Ja, is toch wel lekker. Kan ik er een beetje van opwermen, ja. Eigenlijk. Doe het nou niet, hè? Nee, wij willen graag naar de feesttent, maar wij zijn nog geen 18. Oh. Dus wij hebben bandjes gesjacht in de hoop dat wij dan wel binnen maken. Oh, oké. Nou, dat is mooi. Wil je een bandje hebben? Dan ja, mag nee, dat is goed. Dan kan ik dadelijk ook naar binnen, ja, toch? Ja, dan kan er gewoon naar binnen. Oké, nou, ik ben benieuwd. Alsjeblieft, en veel plezier. En ook al een ecstasy-pilletje gehad. Ja. Tegen niemand zeggen, hè? Nee, maar het begint al wel een beetje te werken, al, hoor. Feestend van Erpen Rooierslaand, jongens. Ho, ho. Wat een feest. Ah, die ecstasy begint al te werken, hè?